Slaapproblemen, we hebben er allemaal wel eens last van. Moeite met slaap vatten of juist met in slaap blijven. Maar wat zijn de oorzaken nou precies en wat kun je eraan doen? En wat hebben smartphones en tablets er eigenlijk mee te maken? Nou, dat is voor mij helemaal geen probleem, want ik heb een telefoon uit 1873. Terwijl ze een hele, hele oude. Misschien dat je hersenen actiever blijven als je dat doet, zou kunnen. Ja, ik denk het eigenlijk ook al. Ik doe het zelf ook wel, maar meestal slaap ik dan al rustiger dan als ik mijn keertje naast mijn bed laat liggen. Je moet alleen maar aan lavendel ruiken, dan ga je goed slapen. Maar niet naar zo'n ding kijken. Allard, jij weet alles over slapen en slaapproblemen. Ik heb regelmatig dat ik 's nachts wakker schrik of toch niet heel goed in slaap kom. Heb ik nou ook een slaapprobleem? Nou, slaapproblemen niet als ik dit zo hoor. Je schrikt wel eens wakker. Is dat vooral aan het begin van de nacht? Ja. Ja. Dan ben je misschien toch nog te druk geweest vlak voordat je ging slapen. Te druk in je hoofd, gedachten of activiteiten, beeldschermwerk bijvoorbeeld of alcohol gedronken. En daardoor schrik je wakker voordat je in de diepe slaap valt. Maar moet ik dan ook meteen naar de dokter toe gaan? Nee, zeker niet. Hè. Als we die advies al geprobeerd hebben, zeg maar, die ik zojuist heb uitgelegd. En dat werkt allemaal niet. Men komt niet uit dat negatieve slaappatroon. En het is echt een probleem voor het functioneren overdag. Dan moet men toch even naar de dokter en het probleem bespreken. En dan wordt vaak wel slaapmiddel voorgeschreven. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die zwaardere slaapproblemen hebben. Wat zou je die mensen adviseren? Wat moeten die doen? In ieder geval die adviezen die ik zojuist noemde. Lukt het dan nog niet, kan er overwogen worden om naar de arts te gaan. Die kan medicatie voorschrijven. Het nadeel van de doktersrecept, die medicijnen, is toch wel het bijwerkingenpatroon. Het geeft versuffing, slaperigheid overdag. Men mag niet autorijden. Dus dat zijn toch vrij forse nadelen. Dan wordt ook geadviseerd om maximaal 2 weken te gebruiken. Maar we kunnen ook u sowieso iets meegeven. In de vorm van melatonine, dat helpt bij het inslapen. Of combinaties van valeriaan en hop. Dat zijn rustgevende middelen. Die helpen bij het inslapen en doorslapen. En we hebben ook op het gebied van de homeopathie een aantal opties. En kun je daar niet uit afleiden dat die medicijnen toch niet helemaal goed voor je lichaam zijn? Ze zijn niet slecht voor het lichaam, maar ze zijn uitgebreid getest en veilig. Maar het heeft gewoon veel nadelen, vooral bij langer gebruik. Dus we moeten dat zien te beperken. Nou, er kan gewenning optreden. Dan moet je steeds meer innemen van hetzelfde middel om het gewenste effect te bereiken. Of ze werken gewoon niet meer goed genoeg. En ze kunnen leiden tot afhankelijkheid. Dat is verslaving. Ik hoor jou zeggen valeriaan en hop. Wat doen die planten precies? Nou, van deze stoffen die gewonnen worden uit die planten, is bekend dat ze een rustgevende invloed hebben. Hoe ze precies werken is niet bekend, maar het is wel vastgesteld dat ze helpen bij het inslapen en doorslapen. Je wordt er bijvoorbeeld niet suf van en ze zijn gewoon veilig in gebruik. Men kan het altijd proberen voordat de arts wordt bezocht. Luc, je hebt een ruime ervaring in het ontwikkelen van slaapmedicatie. Ik heb in de winter heel vaak meer last met opstaan dan in de zomer. Een raar fenomeen, maar hoe komt dat nou precies? Het komt dat in de winter is het langer donker. Krijg je dus minder daglicht in je ogen, waardoor je gewoon langer blijft slapen en minder snel op kunt staan. Dat is een vorm van een slaapprobleem. Maar hoeveel mensen in Nederland hebben serieus last van slaapproblemen? Dat is best wel aanzienlijk. Boven de 25 jaar loopt het op en met name vrouwen hebben daar meer last van. Dat is meer dan 30%, dus 1 op 3. Kan slaapproblemen hebben. Wat zijn de meest voorkomende redenen van mensen die niet in slaap kunnen komen? Naast fysieke ongemakken als jeuk of pijn kun je denken aan stress, onrust in je hoofd, dat je over dingen nadenkt, dat je problemen hebt waar je niet uitkomt. Ja, dat houdt je wakker letterlijk. Veel mensen zeggen, door de week heb ik niet genoeg geslapen, maar dat maakt niet uit, dat pak ik in het weekend wel weer terug. Ik slaap er een beetje bij of ik slaap uit. Heeft dat eigenlijk wel zin? Deels gaat het wel op, maar niet volledig. Je kunt een beetje inhalen, maar niet volledige slaap compenseren van wat je afgelopen week kwijt bent geraakt om dat in het weekend terug te halen. En op de dag zelf gezien, ik slaap 5-6 uur per nacht, dat is eigenlijk te weinig. Ik pak er 's middags 2 uurtjes bij, werkt dat ook niet? Nou nee, niet echt. Het helpt je wel even om door de dag te komen. Je voelt je daarna wat frisser. Maar de nachtslaap kun je niet compenseren door dagslapen. Het is geen rekensom. Waarom is het nou zo slecht om vlak voordat je gaat slapen in een beeldscherm te kijken? Of in ieder geval iets wat veel licht geeft? De lichtintensiteit van beeldschermen, van mobiele telefoons en tablets is heel intens. Is te vergelijken met daglicht en dat houdt je dus wakker. Daarnaast ben je met iets bezig, dat je denkt erover na, je leest iets. Dus je gedachten gaan ook nog steeds door, waardoor je je slaapvoorbereiding mist. En dat licht in je ogen, wat doet dat dan precies met je lichaam? Intense licht zorgt ervoor dat de aanmaak van melatonine geremd wordt. En dat stofje zorgt er juist voor dat je in slaap valt. Dus daarmee verhinder je slaapaanvang.
Het is dus een feit dat het gebruik van je smartphone of je tablet vlak voordat je gaat slapen een hele slechte invloed heeft op je slaapritme. Leg daarom minimaal een uur voordat je gaat slapen die apparaten gewoon lekker weg. En lees gewoon eens een boek bijvoorbeeld. Dat is ook leuk.